Beweeg, dat geeft energie. Je moet het eigenlijk 30 minuten per dag achter elkaar doen. Dus niet even 10 minuutjes en weer 10 minuutjes, maar 30 minuten achter elkaar in een mooi basistempo waar enige energie in zit. Wandelen is ook prima, maar dan wel zodanig dat je in feite niet een heel gesprek kunt voeren, maar lekker bezig bent en je ademhaling omhoog komt. De Engelsen hebben daar een prachtig woord voor, dat is brisk walking, lekker doorstappen. Een beetje tegen de wind in fietsen met een redelijk tempo. Wandelen met de kinderen, spelen, al dat soort zaken zijn in feite goed om je lichaam aan de praat te krijgen. De hartslag wat omhoog, de ademhaling omhoog en dat is gezond voor je lichaam.